Ik vind het super dat je kijkt naar een nieuwe aflevering in de serie Vrede. Ik denk een heel toepasselijk onderwerp in onrustige tijden als deze. Als je kijkt in de wereld waarin we op dit moment enorm wereldwijd worden opgeschrikt door eigenlijk het onderwerp racisme. En de rellen die er zijn, de vreselijke situaties die zich voordoen. Eigenlijk natuurlijk een probleem wat al zoveel langer bestaat, maar wat nu heel veel aandacht krijgt door een paar enorm ernstige voorvallen. Uiteindelijk, als je kijkt naar het onderwerp vrede, zien we dat het absoluut een Bijbels thema is. Jezus wordt zelfs genoemd de vredevorst of de prins van de vrede. Een van de namen van God is de Heere, uw vrede, Jehovah Shalom. Vrede is echt de wil van God voor jou en mij. En de wil van God voor hier op aarde. In de hemel is ook vrede. Toen Jezus geboren werd, opende zich de hemel en zongen de engelen vrede op aarde, in mensen een welbehagen. En dat terwijl op dat moment Herodes aan de macht was. Er was Romeinse onderdrukking. En vervolgens, niet lang daarna, ook alle kleine jongetjes onder de 2 werden vermoord. Omdat Herodes bang was dat Jezus hem van de troon zou stoten. Gruwelijke misstanden. Enorme onvrede. Politieke onrust. Ellende. Oorlogen. En toch houdt God vast aan zijn wil voor jou, voor mij, voor deze aarde. Gods wil is vrede. Nou, gelukkig geeft het woord van God ons best veel inzicht en sleutels over hoe wij in vrede kunnen wandelen. Want je zou kunnen zeggen, zoals ze wel eens zeggen, een betere wereld begint bij jezelf. Maar je zou kunnen zeggen, een wereld van vrede begint met vrede in jouw hart. Onvrede in deze wereld komt voort vanuit mensen die onvrede hebben in hun hart. En God wil dat herstellen. God verlangt, als je het even heel klein maakt, ook in jouw wereld, jouw persoonlijke leven, jouw persoonlijke emoties, hoe het met jou gaat, in jouw relaties, in jouw gesteldheid, in jouw gezondheid, hoe het financieel met je gaat. In al deze dingen verlangt God vrede. En laten we daar eens beginnen met hoe God denkt over jou, hoe God denkt over vrede. De tekst die ik met je wil lezen staat in Jeremia 29 vers 11. Een hele bekende, beroemde tekst, gevierd. Er staat, ik immers, zegt God, ik ken de gedachten die ik over u koester, spreekt de Heere. Het zijn gedachten van vrede, niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven. Dit geeft ons een bijzonder inzicht. De gedachten van God over jou zijn gedachten van vrede. Zijn wil voor jou is vrede, niet van kwaad. En zijn gedachten over deze wereld zijn gedachten van vrede en niet van kwaad. De mensheid in zijn algemeenheid maakt er af en toe een potje van, maar het begint bij het besef dat we een hemelse Vader hebben die zijn vrede in ons hart wil uitstorten, zodat we vanuit daar vrede kunnen brengen. Vredestichters kunnen worden. Gezegend zijn zij die de vrede stichten. En zo deze wereld en deze omgeving waarin we leven kunnen veranderen, doordat wij de vrede van God ontvangen in ons hart. Weet vandaag, Gods gedachten over jou zijn gedachten van vrede en niet van kwaad. Hij wil jou een toekomst geven en een hoop. Vrede begint bij het kennen van God. Ik hoop dat je hiermee gezegend bent. In de volgende afleveringen gaan we hierover verder. Heb je hier een vraag over? Stuur ons gerust een e-mail. info@jubilee.nl. Een gebedsverzoek? Stuur ons een e-mail. prayer@jubilee.nl. Like onze Facebookpagina Jubilee Church om elke werkdag zo'n bemoediging te ontvangen. Ik wil je bedanken voor het kijken. Ik wens jou Gods zegen toe.